Goedendag kijkers en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Zoals je ziet, ik ben op een hele culturele en ook buiten de stad locatie. Wij zijn geweest bij de culturele inwijding voor de nieuwe kapitein van het inheems dorp Reddy Dotti. En wij gaan daarbij ook een gesprek met hem voeren om te vragen hoe dit moment allemaal is verlopen. Meneer Stuger, goeiedag en welkom in gesprek met. Goedendag. We zijn bij u op bezoek gekomen omdat u vandaag bent ingewijd als de nieuwe kapitein van het inheems dorp Reddy Dotti. Wat betekent dit moment voor u? Nou, het is een heel bijzonder moment. We zitten daar in feite 2 jaar al aan. Maar we hebben nooit de culturele inwijding gehad van Wiegetal van Reden, met name de COVID-pandemie. We hebben 2 keer moeten uitstellen. Maar op een gegeven moment was de tijd wel aangebroken dat we vandaag de inwijding konden doen. U neemt het roer over van zalig Leslie Artis. Zijn het grote schoenen om in te vullen? Bijzonder, bijzonder. Nou, de heer Weyland kapitein Artis die was al lang bekend. Een hele grote man in para geweest. En ja, dat kan je gewoon niet evenaren. Maar zeker ook de ideeën en de ideologie die hij had, dat is best wel een grote uitdaging om dat te continueren. Maar het is een nieuw bestuur, we hebben ook onze eigen ideeën, onze eigen beleid. Maar in ieder geval heeft hij een fundament voor ons neergezet waar we verder op kunnen. Dus ik neem wel sowieso aan, u geeft aan, jullie zijn al 2 jaren bezig. Wat zijn de plannen allemaal voor Reddy Dotti in de toekomst, om het zo te zeggen? Nou, ik zal niet alles in de doen, maar de voornaamste is waarop we focussen is op dit moment waar we nu hier zijn. Hier is een recreatieoord. De bedoeling is dat we het komend jaar operationeel gaan. We hebben wat voorbereidingen nog te treffen als het gaat om de veiligheid. Maar in principe zijn we al ready. De locatie is al helemaal geschikt daarvoor. Dat is een van de voornaamste dingen die we begin januari zullen realiseren. En vervolgens zullen we gaan moderniseren op het gebied van de agrarische sector. We zijn al met ananas bezig. Reddy Dotti staat al onbekend om een van de grootste leveranciers van ananas. Alleen is het zo dat we dat nu moeten gaan moderniseren en onze productiecapaciteit gaan vergroten. Want dat zou mijn volgende vraag zijn. Als ik me niet vergis, staat Reddy Dotti bekend om zijn ananas. Hoe gaat het verder met de ananas teelt? Want je ziet overal mensen ananas verkopen. Ja. Nou, het blijft maar groeien. En ik moet je eerlijk zeggen, met deze hele pandemie heeft het toch wel een positieve ontwikkeling gebracht als het gaat om fruit. Er was op een gegeven moment meer vraag dan aanbod. En we konden op een gegeven moment moesten we nee verkopen. Dus de vraag was heel groot. We gaan een beetje inzoomen op wie de heer of wie kapitein Marciano Stuger zelf is. Men weet nu, u bent de kapitein, maar wie is Marciano Stuger zelf? Nou, ik ben in ieder geval een kind van Reddy Dotti, om zo te beginnen. Hier geboren, hier op school gegaan. Vanwege de Binnenlandse Oorlog moesten we wegtrekken. We zijn toen in de stad gaan blijven, in Paramaribo. En daar mijn schoolcarrière afgemaakt. En de drang om terug te komen is altijd groot. Maar ja, je moet natuurlijk kunnen voorzien in je dagelijkse behoeften. Dus we hebben op een gegeven moment stapjes geweest, zijn we teruggekomen hier. En ik ben nu in de gelegenheid om mijn bijdrage te leveren aan het dorp. En dat zal ik ook doen. U heeft het over de plek waar we zitten, dat in operatie gebracht zal worden. Maar is het ook de mogelijkheid dat Reddy Dotti ook nog meer toeristische activiteiten kan ontplooien? Want even dit gebied is men meer bekend met Dakawatra. Hoe staat dat met dat aspect? Nou, we zijn hier langs de rivier, de Suriname rivier. Dit is een van de plekken waar we mogelijk in de toekomst kunnen afhuren. Voor recreatiedoeleinden. U ziet ook daarom is het afgebakend. We hebben al kampen, we hebben al toiletten. Dus in feite zijn we min of meer klaar. Dat is wat we wat dat betreft te bieden hebben. Maar we hebben ook een link met Jode Savanna. Jode Savanna is een, zeg maar, een paar meters hiernaast. We hebben ook een resort hiernaast. Dus als de mensen komen, kunnen ze aardig gebruik maken van een wandeling door het dorp en ook naar Jode Savanna. En zeker ook de ananasvelden bezoeken. Maar aangezien we het hebben over de Suriname rivier, Piralanjordano,
Overal zijn er piranhas. Maar is dat, gaat dat geen schrikbeeld opwekken van men? Of gaan jullie een bepaald gedeelte afbaken tot waar men kan zwemmen? Klopt, dat moet nog komen. Dus vandaar dat ik zei dat we het veiligheidsaspect hebben nog niet helemaal af. Maar wat het terrein betreft en het aanbod aan wat we aan recreatie kunnen aanbieden, dat is al klaar. We moeten alleen gaan concentreren op de veiligheid op de rivier. Daar u nu officieel bent ingewijd als kapitein, gaat u zich dan ook aansluiten bij de FIT? Nou, we hebben al de stappen gemaakt om weer te praten. Dus in ieder geval kijken we ook wat de ontwikkelingen zijn. Want ook daar, als het goed is, het komend jaar zullen er wat enkele veranderingen komen. Daar hebben ze ook weer aan de conferentie voor het aanwijzen van een nieuw bestuur. En we kijken natuurlijk daar ook uit om te kijken hoe wij als dorp ook kunnen participeren en ook onze bijdrage kunnen leveren. Welke boodschap heeft u als nieuw kapitein voor naar Ready Doty toe en naar de rest van de samenleving die van plan is om Ready Doty te bezoeken? Nou, op de eerste plaats naar de gemeenschap toe wil ik hun van harte bedanken voor hun ondersteuning de afgelopen 2 jaren. Er zijn nog heel veel uitdagingen en dat zullen we ook aangaan. En we kijken natuurlijk naar ieders ondersteuning om Ready Doty verder te ontwikkelen. De mensen die van Ready Doty gehoord hebben, nou zou ik van harte uitnodigen om een bezoekje aan te brengen. Het is rustig hier, het is leuk, het is gezellig hier. En natuurlijk, we kijken echt naar de mensen uit dat ze ook kunnen ondersteunen als het gaat om een stukje toerismebevordering. Als ik zo naar u luister, heeft u de volledige ondersteuning gehad van het dorp? Helemaal, helemaal, helemaal. Maar ik heb de boodschap naar uw dorp nog niet gehoord. U heeft alleen naar de samenleving iets gezegd. Nou, de boodschap naar de gemeenschap is dat we hebben een traject uitgezet de afgelopen 2 jaren. Het is niet het einde. Er is nog heel veel te doen. Dus bij deze motiveer ik de mensen om hun best te blijven doen. En natuurlijk geloof in het bestuur hebben om de plannen die we hebben te realiseren. Dus bij deze roep ik alle op om hun volledige ondersteuning te geven. Dus als ik je goed begrijp, Ready Doty is up and coming? Ja, helemaal, ja. Oké, meneer Stuger, alsnog heel hartelijk gefeliciteerd met uw inwijding. En de hartelijke felicitaties namens ATV. Hartelijk dank voor jullie komst. Kijkers, naast het speech van de nieuwe kapitein, de heer Marciano Stuger, brengen wij u ook enkele speeches van de dag, waarbij hoogwaardigheidsbekleders, andere dorpshoofden hun felicitatieboodschap hebben gebracht naar de heer Stuger toe. Kijkt u mee naar enkele van deze speeches. Goedemiddag. Geacht dorpsbestuur, goedemiddag genodigden, ouderen van het dorp, andere hoogwaardigheidsbekleders van Para, ook van Coroni zie ik hier. En u allen heet ik van harte welkom. Ik ben blij om hier te zijn, omdat vandaag een heel speciale dag is. En u realiseert zich misschien nog niet helemaal. Ik had niet gedacht dat ik als de eerste spreker zou zijn, maar maakt niet uit. Vandaag bent u niet alleen dorpsbestuur en leider van Ready Doty, maar u bent vanaf vandaag een groot voorbeeld ook voor alle inheemse gemeenschappen. Inheemse dorpen van Suriname. Ik zeg dat heel expliciet, omdat u als Ready Doty en als dorpsbestuur van Ready Doty een vooringenomen, een vooruitgeschoven positie inneemt. Ik feliciteer u, maar ik wijs u op een hele grote verantwoordelijkheid die u in deze vooruitgeschoven positie zult innemen.
Want nog geen 24 uur terug hebben wij van de drukker het nominatiedossier ontvangen. Dit is het nominatiedossier waar wij sinds 2008 met Weilen, Leslie, artist, aan hebben gewerkt. En niet om wat, toeval bestaat niet. Want de minister moet dit als eerste krijgen. Boeboe, u krijgt het. En terecht krijgt u het. Omdat dit grond is van Reddy Doddy. Dit is geen formeel grondbeleidsding waar ik het over heb. Ik praat over de facto. De feitelijke eigenaren van Jode Savanna zijn de inheemsen van Para. Niet van, enfin, van Para. Want u weet, corona heeft de Indiconderen toch? Maar daar praten we niet over, we praten over Para. En ik wil aan u, wil ik niet alleen dit nominatiedossier overhandigen. Ik wil ook het managementplan, het nieuwe managementplan 2020-2025 wil ik aan u geven. En u nogmaals eraan herinneren dat u een grote verantwoordelijkheid hebt. Want Reddy Doddy is het enige inheemse dorp dat het co-management heeft, het beheer heeft, het medebeheer heeft van een beschermd gebied. Geen enkel ander dorp. Dus iedereen zal naar u kijken. En wanneer u het goed doet, geeft u een voorbeeld en laat u zien dat inheemsen en inheemse dorpelingen in staat zijn om een beschermd gebied, een beschermd monument, naar behoren te beheren, te onderhouden en te conserveren. Dat maakt dit een heel bijzondere dag voor u, ook voor mij, want u weet, we waren op de tentatieve lijst van de UNESCO sinds 1998. We zijn 23 jaar verder. En nu pas kunnen we dit realiseren. Het is nog niet af. Maar waarschijnlijk volgend jaar zal dit voor in de vergadering van de UNESCO besproken worden. Goedgekeurd worden. Dank u wel. Geachte aanwezigen, kapiteins, traditioneel gezag van Reddy Doddy, ik zie hoogwaardigheidsbekleders, dorpsbewoners van Reddy Doddy, mijn versterro alvast naar Adija, mijn berichtje dat ik me mag takken omdat ik niet naar Marciano omiet wat ding bij wat moeilijk periode, wat overgang periode bij de jongen die de mensen die aan cultuur en service bij de jongen ben sorry dat aan cultuur voor aan inheemse cultuur moet zorgen schrijven bakken. Omdat die door de jaren heen je ziet dat we zijn voor dragen cultuur uit. Dat we abonderen die transmaat in cultuur. Maar een jonge generatie denkt trafasie daarover. Omdat die de bewust dat die if we nu nog koester sa we nu abi a cultuur voor nu a traditie we nu vrede van jammer pepere watra we nu chef jammer pepere watra we dringen kassiri in het openbaar februari ingi krosi. U sabi taki u de boys lek jongere dati asan dati mus pot futuna grombaka enum promote nu enun om schenge moro atenda sagba a beito erat eluku opna unu en un kulturu na wa wardefol kulturu
If je go buy 1 liter pepper water aan uno, dan ga kasiri. Dan ga boendier sandape. Daarom dan ga traditionele inweiding die zie. Daar is op zijn plaats, omdat a cultuur belangrijk. Bij voorster, ready dat je dan ga een mijlpaal die zie, voor a inweiding, a traditionele inweiding. En succes, kapitein Marciano Stiger, dan ga je team, misaptak. Na juiste man, tapa juiste presie, me versteren nu, en als je die moro fara, en bete goed graag. Commissie ook toe, me bar, alle aanwezige van Sweet Bakanda. In het bijzonder aan jong bestuur onder leiding voor kapitein Stiger. Me breedte, dat me kan de aanwezige jaso vertegenwoordig. Aan moederorganisatie voor alle de kapitein in Sarandang, de Fits. Baka alasi voor haar voorzitter, dan mina ondervoorzitter des medium en waar committee of justice voor haar recycle, dan misal die me waar drape ja vereniging. Nou heb ik eer voor de jaso, die de bakana, voor mek a installatie of a inweiding mee. Lekker vertegenwoordigers voor de verschillende dorpen. Ook toe, met bar odigi voor landen ook toe jaso. Vertegenwoordigers voor ras die ja ook toe. En de kapiteins voor de verschillende dorpbesturen. Kapitein Stiger, inderdaad, nou aan. Begin moment dit. Mileri vanaf door de jaren heen dat hij afrantwoordig zijn wetjari lekki dorpbestuur. Nou want toen moest voeren, toen moest hij een begin verantwoordig. Uno na appa voor de gemeenschap. Nou uno na den suma aangewezen personen zijn moest zorgen dat hij een welvaart dan gaan bescherming die gegarandeerd voor de gemeenschappen. En bovenal, een verdere ontwikkeling, ook de voeding dorpen, de in uno anu, samen met de gemeenschappen. En dat nou wat toen is voor uitdaging. En zei de met taxo, uno leki dorp besturen, u anu goedemang. Nee. We doen eigenlijk al lief dat hij werk, die a gemeenschap, we overstreven die a gemeenschap. En daarom heb ik het zeer belangrijk voor Sabi, dat de bewoners streven moest hoort bakken, moest kraken aan het dorpbestuur, aan het kapitein. En dat nou was aan de zaal om ons verstaan, Lekki en Heemsen, dat ik de volgende jaar zo tijde kon aan appreciëren en als zo om ons omarm, om ons koster, abestuur, door afvallen. Dat aan ons dit soort dat hij bakken 5 jaar doet de jaso voor je kapitein. Want als je stak dat controlemodel nou dat alle 5 jaar dat de wang voor kapitein. Afvallen, een gemeenschap moet verstaan zijn we bedoel na een 5-jaar evaluatie. En dat eigenlijk die wang van verkeerd, ako verkeerd. Kota ki akmisa begrijp afis door dat die verkeerd. Yuna de jaso fu putir ador fu 5 jaar in omo. So yuma bereik in 5 jaar. Ma dor bustir, miskisa ruimte furoko, ki akmisa. En ook to aan medewerking, aan transparantie, aan samenwerking naar de verschillende organisaties binnen dit dorp, dat was zeer belangrijk zijn. Een werkarm van dorpbestuur naar de vrouwenverenigingen, de stichtingen binnen het dorp, de voetbalverenigingen, alle dingen, de structuren dat binnen het dorp moest JP, Fuchar, het dorp, tot een betere hoogte. Voor hoe voelde jij als donja?
misitaki ukomeki wang gebeurtenis mee naar die doti. En wat belangrijk is, dat die wilek in hemse, dat u aba usaba waarde van cultuur. Van cultuur zijn omdraging en dan a cultuur dus moest de lekwa ambassadeur die unu in hemse ja in sernang. Zonder cultuur van volk nebestaan. Adora bestuur onder leiding van Marciano Stucker op een hebitaak. En attack nou attack sang inang basha na gemeenschap muspa anu makandra kuca ontwikkeling konja inap adorp. If wa inheid no de dan unu matak over ontwikkeling. Sa u merk op fulanti si dati tumsi furu jugu-jugu ede in de dorp. Mio accident dorp bestuur sa jaso. Dat utak na makandra de bigi organisasi ja usep pestu utak na makandra puluku fau kan char wa in hay kom en fu kan char oplasen kom bena in himsa kobir in para. Kusai de mitak dati om dati lantis reftu no wango bumui in interne sake fu den dorpu. Wabi aspraak nanga a organisasi OSEP en a OSEP kisa tak fu luku wakancha oplossing kong in a problematic disi. Adora bustur fu redidoti apuan hebitak. En aan wat gemakkelijke taak voor technatapis kouru. A taak die zie, je kan taki abitue deelig. A eerste taak, na voor zorgu orde na rust in a dorp. A tweede taak, na voor tja ontwikkeling kong die a gemeenschap ja in a dorp. En voor bereik a ontwikkeling, dan jabi sma fanoudu voor koin orga hoe je chari a hebitaak disi in a dorp. Wang ten belangrijk arm voor a dorp bestuur kan dina wang stichting. En a stichting disi na a dorp bestuur samen mi denki na a makandra na a gemeenschap kan cha ontwikkeling. Sa epsa dat die bepaalde dorpu abe a potentie de. Dan kan 40 voorbeja in redidoti nasi e pranja so. En nasi u kan bereik furuja. A werkloosheid ook toe u kan bestrijden if u pakken goed aan. En nasi if u no lukboom, if u no koestering, baka want u aantal jari dat kan dit trasma uitteke voor unu. Mek unu luku pao kan kibri a landbouw situasie disi. Ook to japtra natuurlijk hulle bronne ja in a dorp. En met takik ba taki alleen maar door eenheid, zelfwerkzaamheid, dan ukacha opting een ontwikkeling kon in a dorp. A dorp bestuur niet alleen dat, maar de jongeren de, a jeugd de. Ook tot op het gebied dat die unong verwaarloos binnen a dorp. Omdat die na a jeugd of a jongeren voet die de, na emus gomoro fara kuchara ontwikkeling kon. If we verwaarloos, awan disi a groep disi, da sawo kisi in a dorp, na so ding kutaki desmasang engelak di tap leeftijd ba. Wat belangrijk zijn is aan EPSA binnen de inheemse dorpen ook toe, en dat we halen in bepaalde organisatie, naar urbanisatie. Zeer gevaarlijk. A urbanisatie naar een trek voor ingesma, voor de dorpen, voor gevestigd distrift in de fotosie. En wat zijn dat te vinden voor plaats, dat we nog maar over ontwikkeling
omdat alle jong boy ik zoek de toekomst naar foto zie. Maar het dorpbestuur heeft een belangrijke taak voor Luku, va dat de jongeren nu weg, nu trekken weg voor de dorp naar foto zie, omdat dat foto is voorbaar. Met Luku, va kan chat de dorp vooral redidotie komt tot ontwikkeling. Wat bij jongen ja zag was koro kaders of lametakotaki middelbare studenten komen gebruik voor de kennis. Komen gebruik voor trakkennis en voor nabakkennis. U kan bij kennis naar Dorosi en dan naar Dati. U kan toch kan proberen voor te ontwikkelen in het dorp. Mi wan winsi het dorpbestuur naar de kapitein naar de Basha. Die heeft veel succes toe in haar werk op Sariteki. En mi hoop dat Dati en Dati voor het donomo de kapitein naar de Basha tak ai mi dekba dus mi ego mi wi u arki o tu sa afolok wani afolok o yep unu bekelei o tu en u arki omdat dat een problema binnen de inheemse dorp dat une arki usreti mi hoop tak dat de tradorp te kwam voorbeeld naar die dote je vrouw die dote je begin aan ontwikkeling en aan disi miwang bedanku alamala en dan miwang fristeri kapte marsanu nanga embasha wang buntu komst nanga wang buntu samenwerking ook tu nanga komisariat ivo fos mi vergiti mi watak itu masam kapitein dat is zeer binnenkort a resort grens owezig a grens voor a resort bede fosie a grens moro fara fu powaka. Baka dati a grens bewezig dat we poten nasrna liba. Ma dislisi a grens fu a resort odena powaka. Dus wat betreft a resort a grens odena powaka. Ma dati mo libi ufer gi a DC fu in werken uit moro fara en a kapten alle de kapten fu a resort uur o jere more informatie omtrent aanwezig in DC. Me bedanku allemaal. Gemeenschap van Redidoti, dorpsbestuur Redidoti, minister Albert Tibitana, de dorpshoofden, dorpsbesturen, genodigden. Ook de commissie namens de minister voor regionale ontwikkeling en sport. We wil versterken Redidoti, het dorpsbestuur voor Redidoti, nanga a traditionele inwijding die zie. En gemina wa eer ook toe voor knap jaso. En het bevallig belangrijk en mi breedie dat Redidoti ook toe teken a initiatief voor op a traditionele inwijding. Want lek van de vorige spreker straks. Traditie en cultuur, a traditie en cultuur voor unulek ingisma, bevallig belangrijk. En if you no sapeek moto, da you no sapeego. Dus daarom is het heel belangrijk dat u teka stap disi en dat disi sa krakti unu in avroko sawodu morofara di Redidoti. En a gemeenschap voor Redidoti, me begi denk voor jep adoras bestuur voor set avroko. Want niet omdat adoras bestuur de, dat we takken van oké, dan nou was door Lukus dat dorpsbestuur het doet. Het is heel belangrijk voor we samen, daarom een communicatie tussen het dorpsbestuur, nanga gemeenschap en natuurlijk ook kapitein, nanga den basjas onderling, een communicatie moest de herboen, zodat je kan roken samen voor poti ede na de uitdagingen van de tapjupasi. Want lek fau sabi, lek ingisma, we hebben voor uitdagingen en ook zo Redidoti. Dus samen om ons doen als Sandati. In tegenstelling tot ze trouwen het takje over eenheid, maar het takje over saamhorigheid. Omdat eenheid no de no een presie. Schrijf in je ook eenheid no de. Maar if je roko samen, dat samen je kan bereiken boemvoer. Dus daarom, mi wang versteer unu nogmaals. En mi wang tegi unu dat ook toe mi doro opo altijd gi unu voor raad en daad, money odep chin so moeilijk, maar raad en daad,
dat kan altijd. En ook toe in wantrouw hoedanigheid met de heel dichtbij. Dus dan ook toe met wantegi uno dat afasie dat die even weer ook samen dan ook kan bereiken moro voeren die gemeenschap voor uno. Want u sabi dat inderdaad potentie de in para, den dorp u ap potentie, u ap rijkdommen, maar u moest luku de mogelijkheden, alle de mogelijkheden zijn de, dat u kan tja un dorp u de gebieden voor uno beter tot ontwikkeling. En dan adisi, mi wan versteer uno, nogmaals, a gemeenschap voor Redi Doti, dorpsbestuur voor Redi Doti, en natuurlijk ook heel para, want dit is nou een beetje ondersteuning die de tradorp voor para, dat samen u kan bereiken moro furu. Met aku grantang. Kapitein Marciano Stuger, u nanga den basha voor u, santi de eigenlijk usori taki akulturu, nolasi akulturu de, fos mi bigi nanga a speech voor mi. Give me now a bijzonder moment ook toe. Ik doe alle mijn moeite voor de jaso, omdat ik mijn moest voor de jaso. Lek Brada, lek Ingi Brada, lek buurman. Eigenlijk nou een moment is aan, ik doe ook toe trots neemt op. En reden waarom? Omdat ik vaak genoeg, ik denk, unu lek in heemse, kan de solitie, agir, we hebben abafiri, taki, we schengi a cultuur zou hebben. Maar mi breiti ai do mi bom, daqui if you no sabe o culturo, you no sabe o moto, da octo bem na you no sabe o go. E darom mi de bison de trots, fos mi gomoro fara na nga, odisa me bar van hieruit, ook aan de DNA leden die hier aanwezig zijn, Fits, de vertegenwoordigers, de verschillende kapiteins, ik me vergiet wat we nog, tek me kwalijk, maar ik ga even de rij af, de kapitein van Hollandse kamp, kapitein Jona, kapitein John en kapitein Muriel en monsieur Dapé, etouan Brada, kapitein Riet en verder ook de vertegenwoordigers van het districtscommissariaat en de assembleeleden nogmaals Kudemusu en Kensenhuis en in het bijzonder ook toe a familie voor a kapitein nanga den basha, a gemeenschap voor die doti. Mi denk je dat het idee, na een moment, zijn ook toe omkoester. En anu omdat hij aan de in een feestelijke sfeer, maar omdat hij ook toe is, dat hij een jong brada, teka a verantwoordelijkheid, nanga dorpelingen, futjara, dorpu gomoro fara. De san dat na san sa omus hori, te uwantje ontwikkeling. En mino ap furu futaki tide, maar ook tuk ni knap jaso in uwa rol, maar lek in himse brada, lek famiri, sami kan geef uno mee naar kou me kwan doel, formuleri doel gi ad dorpu na nga an gemeenschap. Er zijn ook omliggende dorpen, mi denki taki, ook tu umus mas pa anu. Anu ala situasi na srefi, maar te uluku fa uan gomoro fara in den dorpu. Da umus luku den mogelijkheden sande. Upot ede komakandra, boom prakseri, fuchar, ook to ontwikkeling kon. Ko bige luku sa u abiga in den dorpu. Sa u kan chakon tot ontwikkeling op het gebied van productie, op het gebied van toerisme. Na san sang u kan chagomoro fara. A moment nom tana ti de wang, a moment mus go ook to na een samenleving voor Redi Doti in het bijzonder me roep op. Want meer een vertegenwoordiger, Masrayaka Omo voor DC, Tjawan Toussaint Kafesi, maar me denk je dat te uspa anu makandra. En anu alla leesie wo de tapuan leen, lek van we takke in Bakaratongo. Er zullen altijd meningsverschillen zijn, verschil van inzichten. Maar een belangrijk zijn moest de, dat a doelstelling zijn u abilek, kapitein na jouw basha, dat de doelstellingen dat altijd sta overeen. Je hebt altijd skwala sa onak jou, maar juist de momenten dat je uno vergiti, dan moest je naar adayali de bigisma, omdat dat na de sansa echar uno. If uno be sabden san dat je, dat uno be dwenti de zo. So.
maar ook tot den dorp den bigisma tak u tadenka wang te rijden van nodu taki u arki ook to a samenleving en ook to a samenleving moest besef taki ano altijd tegen jouw advies want kota kenso a captains donja a new captain nanga den bachafing maar ik kan tak uit ervaring te jude in a ring na je feta feti alas masan knap na dorosi na de obar fayung dueng fadeshing fayu mus sot bowe ken yu meki ma uiteindelijk te jude in a arena na yu wan efeta feti maar a krakti ekong fu den a gemeenschap a samenleving de a saamhorigheid de om de woorden van Sisa Lorien te gebruiken dus me roepu op ondanks alles en mino an focus stap sansa e char unu e dreif unu uit Makandra maar er moeten genoeg doelstellingen geformuleerd worden dan doelstellingen die ons gaan binden doelstellingen die ons samen bij elkaar kunnen brengen dus nanga dati kapitein Marciano Stuger misabi ook toe in een ander verband en ook toe nogmaals met de bijzonder trots die voor knap ja voor dat kwam t-shirt woord toe om je ook aan te moedigen dat in een rokosaya doe knap tranga wins as kwalo naki mi denki taki it smoko in nofo de ingi pipafi nofer gita kasiri samen nanga den basha so dat die ala den bu uroko ala den bu intensi sande yu nanga a gemeenschap voor redi doti kan charing gomoro fara en a ontwikkeling kan kong en une vergit pe ook moto mi tegu no grantangi kapten en bashas en gemeenschap aanwezig. Dank u. Ready Doti? Ready Doti? Ready Doti u there? Grantangi. So, nu aan bar alles maar wat ik kon aan niet. Voornamelijk minister TCT, de afgevaardigde voor Gralanti, de parlementariërs, met uw broeders aan Gwen Konja, Patrick Kensenhuis, de heer Kwede Musu, welkom, kapitein, Waliman kapitein, Wallace Kamp, kapitein Jona Gunter, mevrouw Loring de Bitana van het ministerie van ROS. Als het goed is, OD Galgeren, welkom. Kapitein Van de Bos, buurvrouw, kapitein Muriel. Buurman, hij heeft hier lekker zitten. Buurman Leutriet, vertegenwoordigers van het commissariaat. Van harte welkom. We breken het hier naar inderdaad de sprekers van mij, de Hale Angba, Abedewang, mooi lange reis, Kudoro Adetide. Voor de duidelijkheid, aan een nieuw bestuurder. We zitten er al 2 jaren. En Abu Ivo, go Ivo terug voor Asandis Kondo ontstaan. En meer ook toe aan de sprekers geven aan orde en rust. En het is nu Abbasan dat die niet zei wat doen, even onrustig, dan is nu maar concentreren dat eventueel de doelen zijn stippel uit, is nu maar concentreren. Want als je goed doet om zich. En want 2 jaren terug, dag in 2019, gemeenschap voor die dat die spreken uit dat die wat nieuws aan gebeurt ja en omdat zo graag de bewang naar de westerse ontwikkelingen maar zo je weet die zijn een amore beste oplossing voor je rust in wat gemeenschap in wat dorp en zo de gemeenschap hoe kon utaki en dan besluit ik dat ik nu amore boewang en dat ik nu politie koor voor partijen.
En dat is niet gebruikelijk in Doorvoeg en in die Doorvoeg. Maar ik vond dat hij naar wil voor een gemeenschap en hoe hoor ik dat op een dat hij. Maar er is nog een zo aan de vader zo moet aan lopen toe. Ik kon dat Granlandi, met name aan afdeling directoraat duurzame en dienstenzaken, bij Apuang mooi trangen team. En dus maar dat kon, de bekvoeten naar die doet niet. En ik denk dat de comité Jugu-Jugu, het was zwaar voor ze, maar ik denk dat een bijdrage van de afdeling dat doet die Redidoti, die mij althans niet volgde vanaf het begin. Het was immens groot en natuurlijk de Sanegoboom, ook toe de Anegoboom, nou was man om ook iets te slaan. Maar de Anegoboom ook toe, moest wat daar. We gaan ook in Indisma, maar we moeten daar te wans maar ik kon een dorp en ik kon een heer ati, voor je een boom, voor je een verandering kon. En ik ben ook die daar, 2 jaar verder, dan denk ik dat ik kan dat rust naar de orde de bakken in de regio. En dat is niet dankzij kapitein en zijn basjas, afvinderen ze die, hoe afdeling is die, de begeleiding kon, hoe Granlandi, hoe je een tjara rust kon. De wisselrefino moest gomoro fara, de nanga de moeder organisatie zo onu, de moest pakken de draad op baka. En die breekje dat de die gehoord naar de uitnodiging is, de OCEP, de FITS, dat na de orga, dan moest geharden, moest gewakken en te eindelijk kapitein, wanneer mijn kapitein Hollandse kamp takken toe. Jongeren, leiders de, zo'n voetdeskoer onder andere ko. En mijn liefde de bijdrage toe. En nieuwe inzichten, nieuwe manieren van aanpakken. En vooral aanpakken niet stilzitten, want dat nou was aan zijn, niet althans naar het bestuur. Hoe loopt hoe pakken aan, want ik was gewoon dat heel niet dat we nu af voor het gaan. Maar mijn contouren bakken, ik heb als presse toe verandering sa, kom sa, die afdeling die ik kon naar ons. En wat man bij die leiding naar afdeling dat die, en mijn man, karen contact even uit, begie, respectie en waardering, sa redden door die abdi. Sa een na een team doen, want aan de ewa man, een beetje charatol. Nu aan karen, alle respectie, redidoti, ubarwan, die chip kona in die meneer Masra Steven Froome. Ja, dit is na Abrada Sabedrai, afdeling dat destijds, aan de derde rapemoro. Maar ni sabadi ete tapa uitsla voor afertiseng, pe abdigi bradadis. Vol met emotie van Ashitak Ai, Aurokoko City, Aurokoko Klari, en Achawamchi oplossing economie, en Uteka Boto dat Gomoro Fara en Uparing, en mij ook dat Adeta Vrienden dat bestuur zijn kon, met de Sapatiteng, dat ons dat Gobaka na Unu Roots, heb na ooit een aanwezing moest komen bakken, dan dat hij, maar ons dat Gobaka na Roots, maar in ieder geval, Kichara Ruskoi na Tenti, Digi Grantani, en Lek gemeenschap op 10% van jou, en dat nou Digi Wadere, en dat nu een draag over die jou. Nogmaals grand en ja.
So, the Ogomoro Farah. ADDC is a unja, natuurlijk wat los ma spannen de in. Mino makar alas ma bijna ma ma a gemeenschap voor in doti, voor nam kom je wel bedankt de. Mi wan bedankt de ouderen voor het dorp toe. En mi wan kaar de familie over het algemeen. De bigi wan voeteer de familie Wengaarde, Grantangi, familie Suido, Grantangi, familie Stuger, Grantangi, familie Kabeli, Grantangi, familie Sabayo, Bigi Grantangi, familie Tauiram, Grantangi, familie Ibisilio, om te Bigi Grantangi. En nu apuam, die familie is een komo op de familie Yaka Omo, Grantangi. Maar ook toe, maar zijn een tam permanent in het dorp Puja. Maar toch, we hebben een bepaalde band naar deze maat. We willen bedanken op de eerste plaats de partners van UNO. Meneer Selbing, hartelijk dank. Ik heb veel leeswerk. En ik ben bijzonder trots dat wij als bestuur als eerste dat in een ontvangst mogen nemen. Zullen we daar sowieso gebruik van maken. Hartelijk dank. Een van onze partners waar we al jaren mee aantrekken. Het oud bestuur en sowieso het nieuw bestuur. En ik denk dat we op het goede pad zitten. Verder hebben we hiernaast ook een resort. Ik heb ze niet gezien, maar de heer John Braaf, als hij in de tent is, ergens. Hartelijk dank voor de ondersteuning. De heer Siegfried de Gama, ik zie hem niet, maar hartelijk dank. Familie Jesseren. Hartelijk dank. Ieder nogmaals die zijn bijdrage heeft geleverd. De stichting en de vrouwenorganisaties, hartelijk dank. En de jongeren Sanak Anuja. Graag zo, dan ik denk dat ik kom naar een voor mogen iets op wat dat soort dingen vaak ba. En mij wel. Ik denk dat precies niet deed, dus we gaan tak voor, we gaan geniet naar de afgelopen 2 jaar. Ik denk dat we mag de bescheiden omroepen en die de echt nog feesten, we gaan feesten naar de universiteit, we gaan tak voor. Maar, we gaan bedanken ook toen mijn schoonfamilie, familie Ormskerk, zijn de Jaso, zijn die voor mij die bijdragen toen, hoe je hebt ondersteund. Familie Stuker voor Libanon, Sade Moro Farajana Liba, Klefia, welkom. Ik probeer zoveel mogelijk mensen te bereiken. Alles maar nogmaals, ik ben op Karinen. Pardon, ik wil iedereen bedanken. Maar, natuurlijk, lek kapitein, u op uw basha, u op uw pa, mi ap mi brada, ook toe grantangi giden toe, ook toe. Maar, mi no kam sa ADDC, dan mi bedank van bijzonder sma in Milibi, en dat na mi vrouw, Mirella van Dijk. En na mi rufakrat. En na mi rufakrat de solis me soki toe, me wraak me, disne, mandi. Na ee kourumi, na ee takami, hoor niet rustig en maak de vergoeda, weet je hoe te kibaka. Dus, sosolobi en allo predigoti bijzonder, en atija ook toe en allo me toe. Dus, bigi grantangi, redigoti, we bedank u. Grantangi. Met de speeches en ook nog met zijn eigen felicitatieboodschap van meneer Stuger zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van In Gesprek Met. Wij zien u volgend jaar terug in januari van 2022 met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Mocht u deze aflevering hebben gemist, geen nood. De herhaling is vanavond op 12.2. Een zalig uiteinde
En wij zien u volgend jaar terug. Tot dan.